Safaripark Beekse Berg is het slachtoffer geworden van een Drentse nieuwjaarsstunt. Leden van vereniging Tiet Zat uit het plaatsje Zorgvliet hebben een doek en borden weggehaald uit het dierenpark. Ja, nou dat hebben we gedaan met een aantal man. En de eerste keer ging niet heel vlot en daarna ging het prima eigenlijk. En jullie waren wel bijna gesnapt. Ze waren al begonnen. Hè. We wouden natuurlijk graag de intrede, letters van de Beekse Bergen. Daar waren ze mee begonnen. En toen in één keer werd het heel druk daar. Dus de jongens heel rustig gewacht en dat is de mensen niet opgevallen dat er al een paar letters misten. De borden worden gebruikt om actie te voeren tegen het wolventoerisme in hun regio. Dat mensen hier gewoon allemaal heen komen, midden op de weg gaan staan, uit de auto gaan, gebieden inlopen waar ze helemaal niet horen te komen. Er zijn zelfs mensen die een poging hebben gedaan om een wolf te voeren. Stunt geslaagd, punt gemaakt? Denk ik wel. Zeker weten. De Beekse Bergen gaat pas in april weer open. Volgens het park is het vermiste doek daarom op dit moment geen probleem.